wat erg. Hallo, goedemorgen. Het is vrijdag vandaag. En wat gaan we doen vandaag? Nou, Jola die gaat naar de opvang. Het muurtje moet nog steeds roze geverfd worden. Ik moet nog heel veel editen. En vanavond gaan we naar de Guardians of the Galaxy. Daar heb ik echt super veel zin in. We gaan nu maar even ontbijten. Veel plezier. Ik ben trouwens bezig om even een smoothie bowl te maken. Dat heb ik wel vaker gedaan, maar ik vind het toch wel leuk als het er even een beetje leuk en vleurig uitziet. En dan heb ik gevonden op Instagram smoothie bowls. Maar ik word hier gewoon zo vrolijk en blij van en ik krijg hier zo'n inspiratie van. Echt, ik weet niet. Ik hou er gewoon zo van dit soort foto's. Heerlijk. Nou, wat er dus in zit is yoghurt. Havermout en fruit. Dat vind ik zelf heel handig, want kijk, dan heb je dus een heel zakje bijvoorbeeld met granaatappelbitjes. En als je dat dus gewoon uit de appel haalt, wat ik dus ook deed vandaag, dan krijg je dit. En ja, blijkbaar na een paar dagen waren ze al niet goed meer. Dus ze blijven al niet langer meer goed dan een week. Althans, dit ziet er niet echt uit alsof het nog goed is. Nou, daar is hij dan. Ik moet zeggen, dit kommetje is ook wel echt ideaal ervoor, omdat hij niet zo hoog is. Dus ja, dan heb je dus het gewoon veel makkelijker om het allemaal zo mooi op te dekken. Oh, wat voor haaien. Bart heeft zijn smoothie bowl gegeten. Was die lekker, schat? Hij was echt heerlijk, schat. Yay! Oké, dan sta ik dan op de plek waar ik het roze plekje ga schilderen. En ik heb het afgeplakt. Ja, dat dan weer wel. En daar komt het roze in. Dus, nou ja, daar gaan we dan. Ik denk alleen niet dat het genoeg verf is. Even kijken hoor. 7,5 vierkante meter. En dat zal dus wel moeten kunnen, maar ik ben er altijd een beetje huiverig mee. Dus ik zit te denken om misschien toch nog aan te mengen. Eerst maar eens kijken. Even kijken naar de kleur hoor. Heel vaak dan doe ik gewoon met latex iets aanmengen. Oh ja, trouwens, je zou denken, waarom ligt daar een oude tandenborstel? Nou, ik heb dus niet zo'n houten dingetje. Dus ik moet dat even met die tandenborstel doen. Oh! Ho, 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 ho. Hij is echt mega fel. Wow. Seriously? Wow, moet je zien. Hoe fel is dit dan? Heel fel. Ik vind het eigenlijk wel heel erg grappig dat het zo gewoon zo, ja, heel erg zo'n look is dat het gewoon zo allemaal streep is en zo. Dat het helemaal zo geperkt is. Dus misschien laat ik het wel zo. Nu moet ik er nog één keer een beetje overheen gaan, maar dan wel echt alle kanten op. Dat je dat effect houdt. Ik vind het echt wel grappig. Hij is echt mega fel, maar goed, ik vind het wel heel erg grappig, gewoon voor nu. En misschien morgen alweer niet meer. Maar goed, dan doen we wel weer wat overheen. Of niet, ik weet niet. Ik kan ook gewoon een kledingkast voorzetten of zo, als ik het niet meer leuk vind. Ik hou gewoon sowieso altijd heel erg van heel veel verandering. Vroeger dan deed ik echt om de maand of zo een hele dag inlassen. En dan ging ik mijn hele kamer weer helemaal veranderen. Dus ja, dit vind ik gewoon heel erg leuk. Hoe laat gaan we naar de film, Bartje? Wij zitten in een Dubio. We gaan eten vandaag. We zitten in Dubio, niet in een Dubio. In een Dubio niet? Nee, we zijn er niet. Oh, lekker. En dan doen we altijd zo. Dan doen we altijd een patat bij de burger in het bakje. Ik weet niet waarom, maar dat doen we altijd. Dat komt door mij. Heb ik van jou, ja. Bart begon ermee. Altijd volgende idee. Is zover. We gaan naar Guardians of the Galaxy. Waar zijn de 3D-brillen? Nee, op de grond. Onze
3D-brillen bij ons voor de verandering. Die vergeten we namelijk echt altijd. Oh. Maar nu hebben we het gehad bij ons. Ja! Succes. Oh, mijn batterij is leeg. Nou, ik vertel jullie later hoe de film was. We moeten gewoon met de trap. Het is een hele workout, dit bioscoopbezoekje. Er staat een hele lange rij. Een hele lange rij, ja natuurlijk. Voor de Guardians of the Galaxy, hallo. 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 Hoi, hoe is het? Fijn. Zullen we gaan doen? Yes, yes. Alright. There we go. 2 hours later. What? Ja. I am Woot. Even opladen. Ik ben wel een beetje moe. Het is wel leuk om muziek te doen. Zo veel te maken van het wagenpark. Nou en, boeit mij die auto's nou weer? Zo leuk. Kom aan. Nou, ik vond de film echt super leuk. Hij was zo grappig, hè schat? Wat een humor. En ik had echt verwacht van, oh jee, zou die wel net zo grappig zijn als de eerste? Maar eigenlijk was hij gewoon nog grappiger. Ja. En nog schattiger met Baby Root. En Groot. Ook nog... Groot, oh ja, Groot. Ik denk altijd Root, omdat hij oud is. Ja, dat snap ik. Maar het leuke vond ik vooral nog, omdat er echt voor mij een beetje een moraal van het verhaal in zat. Over zijn vader. Want dan verklap ik dingen, dus dat ga ik ook niet zeggen. Oh ja, natuurlijk. Maar het had in ieder geval iets te maken met of iemand je echte biologische vader is, of je papa is en met wie je bent opgegroeid. En dat heb ik precies zo meegemaakt zoals hij dat dan in deze film had en uiteindelijk gaat zijn papa dan dood. En is dat eigenlijk nog het allerbelangrijkste op dat moment. Ja, verklap je het toch. En zo heb ik dat ook ervaren. Maar daarom was het zo... Hij gaat niet dood hoor. Er gaat niemand dood in die film. Maar daarom was het zo super mooi voor mij om te zien. Ik zat gewoon te huilen bij Guardians of the Galaxy. Oh, wat erg. Onder mijn 3D-bril. En de 3D deed het niet eens. Maar we hebben wel een foutje gehad van Pathé, omdat 3D het niet deed. Dus, we hebben een superleuke avond gehad. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En abonneer zeker even gratis als je dat nog niet bent. En dan zie ik je, wat is vandaag? Vrijdag. Dus, dan zie ik je maandag weer in een nieuwe vlog. Doei! Doei! Doei!